En welkom bij een nieuwe scrapbook video. Vandaag ga ik aan de gang met de Maggie Holmes Getter Collection. En dit papier vind ik erg leuk met de strepen. Ik ga een foto scrappen van ons gezin tijdens het familiediner wat wij altijd hebben met de hele familie. Dit keer gingen we poelen en wij moesten als teams tegen elkaar. Dus dat was erg leuk en daar hoort natuurlijk een selfie bij. Ik ben nu aan het kijken of ik een witte achtergrond ga gebruiken of toch de foto op deze kleuren ga gebruiken. Ik kies ervoor om de foto eerst op wit cardstock te plakken en daarna op vellum. Ik vind het vellum echt heel erg leuk, altijd een leuk effect geven op mijn layout. Dus dat gebruik ik ook graag. We hebben aankomend weekend, aankomende zondag hebben wij weer familiediner. Dus ik ben erg benieuwd wat we dit keer gaan doen. En natuurlijk zou ik daar foto's van maken en om weer te gaan scrappen. Ik heb een beetje ruzie met het witte randje. Omdat ik de foto heb omhoog gehaald heb met foamtape, wordt het niet helemaal recht. Dus ik kies ervoor om hem er weer af te halen. En dat doe ik even achter de camera, zodat ik het zelf beter kan zien. Ik ga hem weer opnieuw snijden en het mesje gaat scheef. Het is niet helemaal recht, dus ik kies ervoor om met de schaar het hele witte randje eraf te knippen. Want ik krijg de achterkant niet eraf. Dat gebeurt mij ook vaak. Dus de foto is in ieder geval omhoog gehaald. En ik kies er gewoon voor om zonder wit randje te doen. Ik plak hem daarom gewoon gelijk op dat vellum. Zodat in ieder geval wel een randje komt, maar geen wit randje. Ik vind het ook altijd wel leuk om dingen te proberen zoals dat witte randje. En als het wel of niet werkt, dan ben ik juist blij. Ik snijd de vellum op maat en dit gaat in één keer goed, ondanks dat de foto ook omhoog is. Ik weet niet waaraan dat ligt. Ik pak mijn bakje met de Getter Collection en ik ga kijken en schuiven wat ik wil gebruiken. Ik vind deze erg leuk, de week. Een soort weeklabel, een soort loonkaartje, of hoe heet zo'n kaartje, wat je in zo'n apparaat deed vroeger met werken. Daar lijkt het op. Dat hout vind ik ook heel erg leuk, maar die ga ik binnenkort gebruiken op een andere layout. En ondertussen ben ik ook aan het kijken voor een titel. En ik zie als titel Getter Memories, dat is zo'n doorschijnend acetate stuk van de Ephemera Pack. Vind ik erg leuk om ook al te gebruiken als titel. Maar ik ga er toch iets anders van maken. Ik heb met oude letters, met oude tikkers die ik niet meer gebruik, heb ik allerlei woorden gemaakt die ik eerder ga gebruiken. Zoals familie, lunch, diner, dat soort dingen. Ik weet namelijk dat ik dat gebruik. Dus die heb ik geknipt. En omdat dit family is, vind ik dat wel erg leuk. En als titel wil ik namelijk gebruiken Happy Family. En ik zie nu dat de gouden letters zijn best wel groot. Dus ik kijk nog even voor andere stickers. Ik ga bovenin nog een clustertje maken. En dat doe ik met dat labeltje erbij. Ik schuif rustig rond. Ik heb ook een stickerpack. En die maak ik open en met de gouden letters, of met een gouden woordsticker, plak ik nog een woord erop. Happy Little Moments, zodat ik wel in de happy sfeer blijf. Met de gouden letters ga ik familie plakken, gewoon in het Nederlands. Ik vind Engelse titels heel erg leuk, maar ja, Engels, mijn uitspraak, mijn dingen, het is niet helemaal mijn sterkste punt. Zoals mijn zusje heeft echt een talenknobbel. Dat heb ik totaal niet. Dus ik vind het ook gewoon leuk om Nederlands te gaan gebruiken. Ik ga binnenkort ook beginnen met project Papernote. Dat vind ik helemaal geweldig. Ik ben dol op Sinterklaas. Als het goed is, krijg ik hem zaterdag binnen. Het kan natuurlijk ook zijn dat ik hem later binnenkrijg. Dit is een project via Scrap Delight ook. En ik ben benieuwd wat ik ermee ga maken. Ik wil er een paar procesvideo's van opnemen. En ik wil kijken als het album klaar is dat daar ook een video van komt. Zelf heb ik geen kinderen. Maar ik zeg altijd zelf dat
De magie en het feest vind ik zo erg mooi dat ik, ja, ik ben helemaal gek van Sinterklaas. Ik heb ook jarenlang een groot Sinterklaasfeest georganiseerd in Zutphen voor ongeveer 400 kinderen. Wat erg leuk was om te doen, maar we zijn ermee gestopt vanwege tijdgebrek en omdat het echt een hoop geregel was. En met pijn in ons hart. Dus ik mis het nog wel, het feest, maar Sinterklaas komt er weer aan en ik ga nog lekker naar de intocht. En ik ken nog genoeg Zwarte Pieten waarmee ik mee mag. Dus dat wordt weer een leuke tijd en dan vind ik het ook leuk om dat te gaan vastleggen. Met het plusje en het hartje zie ik dat dat niet op beeld is gekomen, nu weer wel. Dat ik de camera toch iets anders had moeten doen. Met mijn stempel, deze is van Take Me Away van Pink Paisley. En er zitten allerlei randjes op. Ik ben even aan het kijken hoe ik het beste kan stempelen. En daar ga ik het stempelen. Dat doe ik met deze rollerstempel. Het gaat niet echt heel erg recht. En daarom kies ik ervoor om bovenin de stempel weg te werken en daaronderin niet. Met de datumstempel ga ik de datum stempelen en de datum is 22 november 2015. Ik stempel die links onderin op mijn pagina, boven de hartjesrand. En dat, ik vind dat een leuk effect. Aan de bovenkant vind ik hem niet mooi, dus ik wil met mijn 1 inch hartjespont dat wegwerken. Daarvoor kies ik dit leuke roze papier wat ook op de achtergrond voorkomt, iets donkerder. En daarmee ga ik gewoon het gestempelde wegwerken, zodat je het niet meer ziet. Tadaa! En mijn scheve stempel is weg. Wat dat betreft werkt het heel simpel. Ik ga nog een hartje gebruiken, zodat er toch het hartje ook weer terugkomt. Ik cluster op deze pagina niet heel veel qua klussertjes en veel dingetjes. Het is wat dat betreft een hele simpele pagina geworden. Even nog wat op over het familiediner. En ik doe daaronder een zwart lijntje. Dit doe ik gewoon uit losse pols. En dit is mijn pagina geworden. Ik snij het randje er nog even af. En ik laat hem zien in de close-up. Ik heb hem nog afgemaakt met gouden spetters. En dat zie je in de foto. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En tot de volgende keer. Doeg!